Ja, dat is lekker. Komt net de politie voorbij. Nou moet je, dit is de, in werkelijkheid is dit natuurlijk veel groter en is die naald is wel 50 meter hoog. Of misschien wel 60, dat moet ik allemaal nog gaan onderzoeken. En dan hangt dan dat beest aan en dan, dan loop je hier langs, zo, weet je wel. En dan hoor je zo van boven, hoor je die leeuwerik fluiten. En dan denk je van, joh, wat staat dat fluiten? Eerst ben je al in de maling genomen, want je denkt van, dat is een monument voor de gevallenen van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Maar dan kom je dichterbij en dan staat erop, ter nagedachtenis aan de veldleeuwerik. En dan ben je al in de war. Nou, daar houdt hij ermee op natuurlijk. Dan gaat hij weer. En dan plotseling begint hij te zingen. En dan denk je, wat hangt daar te zingen? Wat een schone tonen zijn dat. En dan zegt, lees je hierop dat het de veldleeuwerik is. En waarom dat monument daar staat.